Zo jongens, vandaag ga ik beginnen in mijn huisje. Kijk eens. We hebben net naar beneden deze aanhanger gebracht. We hebben al wat afgehaald. Vol met schoonmaakspullen, gasstelletje om water te warmen. Hier ligt mijn hout al klaar. Ik moet nog wat zagen. De rest is al gehakt. Ja, deze is het. Kijk jongens. De roosjes bloeien nog, of alweer. We hebben mooi warm weer gehad. Hekje staat open. Ik heb vandaag de sleutel gekregen. Hier is het raampje van mijn keuken. Daar is de afvoer van de keuken. Hier ligt nog een hele hoop sloopmateriaal wat uit het huis gekomen is. Dan gaan we nu naar binnen. Hier staan nog wat deuren her en der van kasten. Deuren van de ene ruimte naar de andere ruimte. Daar ga ik vanmiddag beginnen met poetsen. Dan gaan we het plafond klaarmaken hier in de keuken. Dit wordt mijn fornuis. Die staat er al, maar is nog niet aangesloten. Dit is mijn keukenkast. Moeten jullie ook even naar binnen kijken. Daar moet er nog het een en ander aan gedaan worden. Maar het is wel een hele mooie diepe kast. Ik heb ook al een keukenwandmeubel gekocht. Voor een paar tientjes. Dit is de elektriciteitscentrale. Dan mag ik zelf nog iets groter maken. Dan zijn we nu in mijn slaapkamer. Dit is de kast. Moet ik nog even wat cement uitpikken. Dan moet ik al het papier er nog afhalen. Ik ga het plafond schoonmaken. Gelukkig heb ik al een lampje. En hier zien jullie al de geschilderde deurposten in dit prachtige groen. En dit is mijn raampje naar buiten. Er wordt bij de buren hard gewerkt in de slaapkamer bij Tresor, want daar woont Tresor. Komt een nieuwe vloer. Ja, die jongens zijn lekker druk aan het werk. Mijn auto is er natuurlijk niet, want die heeft nog steeds spannen. Karin heeft me gebracht. Zoals jullie zien is het behang goed verschoten, maar dat ga ik er allemaal afhalen hoor. Er zitten al gipsplaten onder, dus het wordt nog wel een beetje moeilijk. Dit is het bijkeukentje, jongens. De vloer is al gestort, moet er nog tegels gelegd worden. Is een beetje nat, hè? Ook hier moet ik flink poetsen. Deze muur hoef ik verder niks aan te doen, die gaan ze van de zomer isoleren. Maar de binnenmuren kan ik al wel schilderen. Kijk, daar komt de wasmachine. Ik heb hier ook nog een leuk raampje. Ik kan even naar buiten kijken, want hier zitten de moestuinen. Met de sla van Tresor, die heeft nog sla. Aan de overkant wordt een nieuwe schuur gebouwd, die is van de zomer afgebrand. Hé, kijk eens, ik heb een rookmelder. Zie je dat? Wist ik ook niet. Dan heb ik ook zometeen een... Dit wordt dus de badkamer. Hier komt de douche, geloof ik. Ik weet het niet meer precies, want het verandert nogal. Deze muur moet nog helemaal betegeld worden. Daar is een van de rooster, een afvoer. Kijk, dit moet nog helemaal gedaan worden. Het wordt wel januari pas voordat ik hier officieel in kan. Vanaf januari ga ik ook pas huur betalen. Ik mag nu al gaan werken. Hier is een waterleiding die gaat naar buiten. Dus ik heb straks een buitenkraan. Dan kan ik mijn water vullen. Dan kan ik mijn water... Ik geloof dat het water is, ja. Ik denk het al. Die schurk heeft hem... Ja, dan moet ik goed opletten dat die schurk daarachter in die tuin niet mijn water neemt. Wat denk je dat het kost? Nou jongens, ik heb geen idee. Dit zou de afvoer van de wc... Oh nee, hier komt de wc. Kijk, hier komt de wc. Dit is de afvoer van de wc. Nou, daar kunnen we wel wat doorheen laten gaan. Nou, dit wordt het nieuwe raampje voor de wc. Dat hebben ze eruit gebikt van de week. Hier komt een raampje in. Moet je eens kijken wat een dikke muren. Goed, hè? Ik heb contact opgenomen met de grafeenverf in Spanje. Daar zit een man die dat regelt voor Europa. Grafeenverf is, zou ik maar zeggen, geleidbare verf. Houdt warmte vast. En er zit lijmsteen in. Nou, dat was het ongeveer. Kijk eens, mijn spaarpot staat hier.